Zoals Pieter al zei, dus een hoofdlijnenakkoord. Dat is een heel belangrijk, omdat wij nu nadrukkelijk hebben opgeschreven welke gedachten we hebben, hoe wij ontwikkelingen zien, welke opgaven we zien voor Sittard Geleen en welke acties daarbij horen volgens de coalitievormende partijen. Maar waar nadrukkelijk de ruimte bestaat voor de andere partijen in de Raad om inbreng te leveren en ook voor de inwoners en de stakeholders waar wij nadrukkelijk mee willen samenwerken. Dus het is een akkoord met en voor inwoners en gemeenschap, waar we ook nadrukkelijk de komende periode invulling aan zullen geven. Ik kom daar nog even op terug. De eerste opgave die vervolgens geschetst is na de inleiding die Pieter net eigenlijk ook gegeven heeft over waar staan we nu als Sittard Geleen en hoe zit het met de financiële situatie, is de allerbelangrijkste opgave de bestuurstijl in gemeentebestuur met en voor de inwoners. U weet dat de informateur Ad Lutters daar al een contourennotitie voor heeft opgesteld, die ook de komende periode leidend zal zijn. Maar het gaat er nadrukkelijk om dat de gemeente er is voor de inwoner en niet andersom. En dat wij de inbreng van alle bewoners en alle betrokkenen van heel groot belang achten. En dat dat ook nadrukkelijk de stijl zal zijn die dit bestuur de komende periode zal laten zien. Altijd gaan voor een breed draagvlak in de samenleving, maar ook binnen het college. En dus ook een collegiale bestuurstijl die daarbij past. Verwijzend naar de kantorennotitie die de komende periode dan ook de leidraad is om dat verder uit te werken. En ook voorbouwend op de beweging die de afgelopen jaren al in gang is gezet vanuit burgerparticipatie en wijkgericht werken. Om nadrukkelijk datgene wat je doet altijd degene te betrekken waarvoor je dat uiteindelijk doet. Alles wat we doen, doen we voor iemand, hebben we een keer opgeschreven. En die iemand die moet je betrekken, en dat is denk ik ook de belangrijkste basis voor de komende jaren. De tweede belangrijke opgave is vooroplopen naar een duurzame toekomst. Die zie je eigenlijk als rode draad op meerdere plekken in het programma terugkomen, net zoals die bestuurstijl. Van hoe wil je dat nou doen? Ook daar nadrukkelijk samen met inwoners, ondernemers, onderwijs. Kijken hoe kun je de kennis die al aanwezig is nadrukkelijker delen, maar ook de kennis verbreden. En de innovatie die in Sittard Geleen in de genen zit. We zijn de afgelopen 100 jaar veel vaker getransformeerd. En ook dat positieve nu gebruiken als kracht om daadwerkelijk die duurzaamheid hoog op de agenda te krijgen en ook nieuwe energiebronnen aan te boren. En ook alle goede innovaties die in Sittard Geleen al ontwikkeld worden, ook nadrukkelijk in Sittard Geleen in te zetten. Liefst natuurlijk ook gewoon wereldwijd. Maar we weten dat bijvoorbeeld op de Gemelot Campus veel nieuwe dingen worden ontwikkeld en die wil je ook via Living Labs veel dichter nabij laten ervaren door de inwoners. Enerzijds om ervan te kunnen profiteren en anderzijds ook om te zien en trots te mogen zijn op datgene wat hier in onze gemeente allemaal gebeurt. Belangrijk daarin is ook om het groene net verder uit te bouwen, zodat we uiteindelijk in onze opgave kunnen komen om uiterlijk in 2040 een energie- en klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat doen we voor onze inwoners en dat brengt ons bij opgave 3, gezond en veilig in het sociale gemeente. Het welbevinden van de inwoner, het geluk van de inwoner, dat is een belangrijke lijn in een aantal opgaves die wij met elkaar geformuleerd hebben. Mensen moeten gezond en tevreden kunnen leven in Sittard Geleen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, waar niet alleen het niet ziek zijn geldt, maar vooral ook de manier waarop je zelf kunt omgaan met de dingen die het leven je brengt en hoe je in je omgeving kunt functioneren. Daarmee, met die drijfveer, willen we komen tot een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen naar vermogen, waarin iedereen meetelt en niemand wordt uitgesloten. En dat allemaal in een veilige omgeving en waarin veiligheid dus een belangrijk thema is. Niet alleen veiligheid bijvoorbeeld vanuit de aanwezige industrie, veiligheid vanuit de beleving op straat, maar ook verkeersveiligheid en daarom ook extra accenten op die verkeersveiligheid in de wijken en met name ook rond scholen. Belangrijk daarin is ook te noemen een extra aanpak op armoede en eenzaamheidsbestrijding. Ik heb daar net vandaag de actuele cijfers van gekregen en je ziet dat ook eenzaamheid een belangrijk thema is in onze gemeenschap. En dat er ook ongeveer 17% van de inwoners zegt, ja, wij willen ook geholpen worden om die eenzaamheid tegen te gaan. Maar armoede spreekt voor zich dat dat een belangrijk onderwerp is om samen aan de slag te gaan. Omdat armoede de belangrijkste schakel is om daadwerkelijk gezondheid te kunnen verbeteren. Als je armoede niet kunt bestrijden, mensen niet uit schulden kunt helpen, werkt dat negatief op de gezondheid. Dus als je pleit voor gezonde inwoners, moet je armoedebestrijding hoog boven aan hebben staan. En daar ook bij voorbeduren op datgene wat in gang is gezet om te komen tot een integrale toegang binnen dat hele sociale domein. Een prettige leefomgeving is de volgende opgave: wonen en leven in Sittard Geleen. Leven in de sfeer van openbare ruimte in een hoger kwaliteitsniveau, in ieder geval geen bezuinigingen meer daarop. En zorgen dat mensen op een prettige manier kunnen functioneren. Maar ook aandacht voor klimaatadaptatie daarin. We hebben de afgelopen weken gemerkt
dat er soms korte tijd heel veel regen kan vallen. En daarvoor kun je niet altijd grotere riolen blijven maken. Dus met elkaar moet je aan de slag, nadrukkelijk ook samen met de inwoners, om een plan te gaan maken hoe we ons kunnen aanpassen aan die nieuwe weersomstandigheden. En hoe we daar geen last van hebben, maar voordelen uit kunnen halen. In een woonomgeving die aansluit bij de behoefte die er is, daarom willen we een onderzoek doen naar de woonbehoeften in Sittard-Geleen. Ook in relatie tot de transformatie van de woningopgave. We hebben nu een lijn van één nabij, één eraf. Dat is niet per se een lijn die we willen loslaten. Maar je moet wel kijken wat is dan de behoefte die er is aan woningen. En hoe sluit die aan ook bij de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente. Belangrijk in die voorzieningen van wonen en leven is ook dat we de lijn die eerder al is ingezet met betrekking tot de sport- en onderwijsvoorziening tussen Grevenbeek en Obicht in, dat die lijn herbevestigd is en dat we daar ook volop mee aan de slag willen binnen het financieel perspectief wat deze gemeente heeft. Cultuur is uiteraard een heel belangrijke. Ontspannen en genieten in Sittard-Geleen is de opgave genoemd in een bredere context. Als je hier woont moet je kunnen ontspannen, moet je kunnen genieten, heb je culturele voorzieningen voor nodig, maar ook een nog onderontwikkelde tak van de vrije tijdseconomie, maar niet alleen als je hier woont, maar ook voor alle mensen die van buiten komen en potentieel hier naartoe kunnen komen, is het belangrijk om die lijn verder te ontwikkelen, om Sittard-Geleen nadrukkelijker op de kaart te zetten in de profilering als een gemeente waar het goed vertoeven is, waar mooie dingen zijn en waar je ook nadrukkelijk die schoonheid kunt laten zien. Veel meer nog dan nu het geval is, bijvoorbeeld in het buitengebied, maar ook met monumenten, met monumentale bomen, met alle andere aantrekkelijke zaken die er zijn, dat steeds meer vermarkten. Genieten kun je ook in onze zwemvoorzieningen. Ook dat is een belangrijk thema wat op dit moment speelt in onze gemeente. Zwemmen en schaatsen. Daarover heeft de gemeenteraad besluiten genomen om nader onderzoek te doen naar een centrale zwemvoorziening. Die lijn wordt onderschreven met dien verstande dat wij wel zeggen, wij steunen het openblijven van de zwemvoorzieningen in Buchten, dus het Anker en de Hatenboer in Sittard. Mits financieel haalbaar, maar wel de nadrukkelijke steun die daar bedoeld is. Daar staat ook dat we ook bereid zijn daar geld voor te betalen. Het hoeft dus niet helemaal op eigen kracht. Dus wij willen graag inzetten op een centrale zwemvoorziening, een brede zwemvoorziening bij Glanenbroek en Geleen. Maar wel ook een doelgroep en oefenbad in de nabijheid van onze inwoners. Omdat vanuit gezondheidsbevordering geredeneerd zwemmen heel belangrijk is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan gezondheid. Maar dat dan ook dichtbij voor instructie en groepen beschikbaar moet zijn. Een ander afwijkend besluit is daar dat de 400 meterbaan, de schaatsbaan in Geleen, in ieder geval open blijft totdat er nieuwe besluiten zijn genomen over die schaatsvoorzieningen. Er zat eerst een nuance in dat die mogelijk eerder zou kunnen gaan sluiten en we geven daar nu volstrekte helderheid over dat die in ieder geval open blijft totdat er duidelijkheid is over hoe schaatsen in de toekomst moet ontwikkelen. En de wielerbaan overigens, ook daar is wel eens twijfel over gezaaid, die was er niet, maar die werd wel gezaaid. Daar is heel helder van dat die gewoon blijft in het burgemeester Damepark in alle gevallen. De zesde opgave zien wij in een duurzame economie voor werk en innovatie. U weet dat de economie fors groeit in Sittard-Geleen, dat we het ook heel erg goed doen. Maar dat we wel nadrukkelijk moeten kijken naar het evenwicht tussen die economische ontwikkeling en de leefbaarheid voor onze inwoners daarvan. Dat is een belangrijke opgave gekoppeld aan een stevige steun voor het MKB, een blijvende steun ook. Omdat het MKB ook een belangrijke economische pijler is in onze gemeente. En wat we daar nadrukkelijk ook nog benoemd hebben is dat Gaatheide groen blijft. En dat we wel instemmen met de lijn die in ontwikkeling is vanuit de visie Gemmelot 2025 voor de ontwikkeling van de Lectie. Maar dan wel afgestemd op R&D faciliteiten met de pilotfabrieken die daarbij horen. En ervan uitgaande dat de veiligheidscontouren daar niet voor hoeven te worden aangepast. Ten slotte financiën. Ook niet onbelangrijk, geloof ik, in Sittard-Geleen, heb ik het over in de krant gelezen. Duurzaam op orde, ook daar komt duurzaam weer terug, omdat wij een gezonde financiële situatie willen nastreven. En tot die tijd in ieder geval zullen moeten groeien met de riemen die we hebben. De verzuinigingsopgaves die eerder zijn ingezet, zetten we ook voort. En we zullen dus ook moeten kijken of projecten en andere besluiten die in het verleden zijn genomen, zeker in gang zijn gezet. Om te kijken of die daadwerkelijk ook met de middelen die daarvoor staan of nog gevonden moeten worden, gerealiseerd kunnen worden. En dat zou dus ook kunnen leiden tot het bijstellen van projecten om daadwerkelijk dat met minder geld te kunnen doen, omdat de financiële opgave enorm groot is. Dat is in het kort de zeven opgaves die geformuleerd zijn vanuit een integraal gedachtegoed, waar we samen met het nieuwe college, maar ook met de volledige coalitie en liefst met de hele gemeenteraad voor willen gaan de komende periode. En
daadwerkelijk zit dat geleen gezond maken. Zoals Pieter al zei, ons titel is daar meervoudig uitlegbaar om een gezonde gemeente te creëren. En het proces, zoals gezegd, nou, dat wordt nog, vind jij er nog op in, het vervolgproces. Om het coalitieakkoord nu aan te bieden aan de gemeenteraad ter kennisname. Dat is een eerste stap. Daarna willen we ook een inhoudelijk debat daarover, waar vragen gesteld kunnen worden, maar waar nadrukkelijk ook wijzigingsvoorstellen kunnen worden gedaan. Dat je met elkaar probeert in ieder geval over die opgave consensus te bereiken, om het vervolgens als startdocument door de raad te laten vaststellen begin juli. En dan ontstaat er een ruimte en een document om de dialoog aan te gaan met de samenleving, met stakeholders, zodat we tegen het einde van dit jaar een definitief akkoord hebben wat ook breed draagvlak heeft in de hele gemeente Sittard-Geleen. Dat is het kort. Dankjewel.